zijn de onderdelen voor onze nieuwe Henkok carouseldraaibank die vanuit Korea deze kant op is gekomen. En wij gaan deze machine gebruiken hier op locatie voor het produceren van onderdelen voor vliegwielen, voor energieopslag. Er waren wat problemen met het transport? Dat klopt, ja. De onderdelen zaten op een boot van Hanjin. En wellicht heeft u het nieuws gehoord, maar die Hanjin-rederij was failliet. Dus de schepen bleven wat ronddolveren onder het bewind van hun curator. Dat heeft ermee te maken dat daar nou de onderdelen hier ongeveer een week of 6 tot 8 vertraagd zijn. Hoeveel vrachtwagens zijn in totaal deze kant op gekomen? De totale lading bij ons 14 vrachtwagens. En het totale gewicht? Oh, het totale gewicht heb ik niet zo in mijn hoofd, maar dat zit in de buurt van de 280 ton. En wat is het zwaarste, de zwaarste kist, zeg maar? Het zwaarste stuk is net gelost en die weegt 42 ton. Maar dan moet het nog omgebouwd worden. En krijgt u daar hulp bij van de fabrikant? Ja, de fabrikant die komt deze kant op om deze machine hier te installeren. En dat zal ongeveer 2 maanden installeren zijn en daar nog een aantal weken testen en proefdraaien. En hier gaat u de vliegwielen maken voor de, ja, hoe heet zo'n apparaat? Voor Kinext heet het apparaat. Dat is een opslagsysteem voor energie. Je moet zien, er komt elektriciteit, wordt uit het net gevangen. Die gaat via een motor in een kinetisch wiel. In toerentaal wordt dat dus omgezet in kinetische energie. En vervolgens, door die motor als dynamo weer te gebruiken, wordt het wiel weer afgetoerd en wordt er weer energie teruggeleverd aan het net. Het systeem is dus uitermate geschikt voor peakshaving activiteiten. Dat wil zeggen de pieken en de dalen van de grillen op het net afhalen. Nou, dat lijkt een beetje op de trolleybus. Ja, het lijkt inderdaad een beetje op de trolleybus. We halen de energie eraf en we stoppen het weer terug. Maar daarmee, tegenwoordig met alle renewables, zie je steeds meer fluctuaties op het net. Daar hebben de netbeheerders last van. En dit is een van de mogelijkheden waarop dat probleem, zeg maar, verholpen kan worden. Ik wens u veel succes. Ja, dank u wel.